Landbouwminister Pralat Seudin zegt dat er andere methoden van landbouw moeten worden benut in Suriname. De wereld verandert en Suriname moet ook meegaan met de ontwikkelingen, zegt Seudin, omdat de veranderingen op de wereldmarkt direct invloed hebben op de Surinaamse landbouwsector. Door veranderen van omstandigheden na een jaar dat het ietsje anders wordt. Nu houden wij in Friesland veel rekening met de climate change. Wat nu, we ervaren dat ter leven. En dan denk ik ook meer richting minder ontbossen. Want wat ga je landbouw doen? Of andere typen van landbouw. En carbon credits. Mijn collega van Rome is heel agressief mee bezig. En tensie daarvan. Dus ik denk dat wij nu een beetje op de rem moeten trappen qua grootschaligheid. En moeten gaan naar andere typen landbouw. En waarvoor nu interne discussies worden gevoerd. Maar ook met mijn collega van Rome. Om te kijken van hoe wij zaken kunnen aanpakken. Maar dat onze voedselzekerheid niet in gevaar komt daar. De minister geeft aan ook met de groep Mennonieten die naar Suriname is afgereisd te willen praten over de landbouwwerkzaamheden die zij in Suriname zal ontplooien. Het gaat om de exacte informatie over de schaal van de werkzaamheden en waar zij aan landbouw zullen doen, zodat bekend is hoe veilig zij aan grootschalige landbouw zullen gaan doen.